Beste. Een jongen van Heerlen heeft vorig jaar zelfmoord gepleegd. Omdat hij werd gepest. Ik ben ook gepest vroeger. Ik ben opgegroeid in Israël. Ik was genoemd de Hollandse koe. De koe is omgekeerd tot een stier. Okay. Pesten kan heel nadelig zijn. Pesten kan ook in jouw voordeel zijn. Pesten kan verlammen. Mensen kunnen zelfmoord plegen. Mensen kunnen hun talent niet ontwikkelen. En vandaag gaan jullie veel dingen zien en meemaken. Veel mensen van jullie leeftijd hebben een hele toekomst voor zich. Als je laat je verlammen door jouw maatschappij, door de mensen om je heen. Als je straalt onzeker, hou dat misschien op. Bas Rutten is een heel bekende Nederlandse vechter, wereldkampioen UFC, MMA. Als kind had hij eczeem en psoriasis, had COPD en hij was heel erg gepest. Op zijn 18e is hij vechtsport gaan doen en is wereldkampioen geworden. En is wereldbekend en heeft de American Dream. Hij woont in Amerika en is een van de bekendste Nederlandse vechtsporters. Wat ik probeer het jullie aan te geven vandaag met deze spreken en met dadelijk met die workshops, is laten zien dat eigenlijk in deze moderne digitale tijden, en u krijgt daarna heel veel toe weer over technologie en dat soort zaken, dan nog steeds, we zijn gewoon mensen. En mensen kunnen niet alleen communiceren via FaceTime, Instagram, Snapchat en dat soort dingen. Maar je praat met jouw non-verbale communicatie. Ik ging voor jullie staan en ik hoorde sommige mensen lachen. We zijn al begonnen met te communiceren. Je keek naar mij, je begint bepaalde vooroordelen te hebben. Kale kop, grote neus, brede schouders. Als ik op die manier ga staan, straal ik iets heel anders dan die angstige jongetje die misschien net voor u stond. En was heel dapper, omdat hij kwam een hele levensverhaal vertellen voor de eerste keer. Wij communiceren voor 70% non-verbaal. En dat gebeurt niet via FaceTime, omdat FaceTime en dat soort technologieën, je ziet alleen een gezicht. Non-verbale communicatie is wat je uitstraalt. Hoe je staat. Ongemakkelijk op één been, op twee benen, als een militair. Hoe dichterbij je staat tegenover de anderen. Of je keek elkaar in de ogen of niet. Nog 10 of 20% is intonatie. Weet iemand wat intonatie is? Nou, ik geef ongeveer al 30 jaar les in zelfverdediging, sport, vechtsport, etc. Ik geef altijd die voorbeeld van een politieagent die zegt, en dit betekent stop, zet je fiets aan de kant. Maar als die politieagent zegt, stop, zet je fiets aan de kant, ga je niet serieus nemen. Hè? Intonatie is niet wat je zegt, maar hoe je dat zegt. Hoe je gebruikt je stem. En hoe je gebruikt je lichaam. Sta rechtop, kijk je mensen in de ogen. Gebruik je stem op de juiste manier. En maar 10 of 15% is maar inhoudelijk wat je zegt, verbaal. En nogmaals, deze technologische tijden, we vergeten die non-verbale communicatie. We vergeten al de impact van iemand een hand geven. Hoe meteen een hele oordeel wordt gevecht over jou op het moment dat je een hele slappe hand geeft aan iemand. Hoe een oordeel over jou, over jouw goede verhaal of niet, of je iemand in de ogen durft te kijken of niet. Non-verbale communicatie bepaalt ook of je wordt een prooi of niet. Het heeft niks te maken met religie, met geslacht, met kleurheid en dat soort zaken. Wetenschappers hebben onderzocht en in New York hebben ze een filmpje gemaakt van mensen op straat en laten zien aan criminelen. En in die filmpje hebben ze laten zien verschillende soorten mensen.
En tegen wat al die wetenschappers dachten, kwam uit dat ook een grote kerel in meepostuur en alles, was ook een potentiële prooi als die liep heel depressief zo rond. Terwijl een oude vrouw van 80, die loopt rechtop en keek om je heen en alert, dat was niet een potentiële prooi. Ik werk heel veel met kinderen. Het gaat me niet op prestatiesport. Een heel stoer dat soort filmpje, maar het is niet mijn doel. Mijn doel is mensen veilig gevoel geven. En veilig door het leven. Ongeacht hun conditie. Ik werk heel graag met gehandicapten. Ik werk al 30 jaar met mensen die onzeker zijn. En dat kunnen kinderen op jullie leeftijd zijn, of veel jonger. Maar ook kinderen die zijn al 30, 40 en 50. En die krijgen ziektes als burn-out en overspannen en dat soort zaken. Als je in één keer wordt gepest, geplaagd, geïntimideerd en dat soort zaken, heeft te maken niet alleen met die anderen, met zijn frustraties en zijn negatief gedrag, maar het heeft te maken ook met jou. En wat ik vraag altijd mijn klanten is, hoe kom je over bij de anderen? Vroeger heb ik een spiegel gebruikt, tegenwoordig hebben we telefoons. En kan je iemand filmen en terug laten zien. En laten zien dat iemand kan heel briljant zijn en een mooi mens, maar die komt heel onzeker over. Non-verbaal. Jij creëert de realiteit waarin je leeft. Je kan van binnen heel veel goede ideeën hebben en alles, maar als je heel onzeker overkomt, dan zullen die roofdieren om je heen probeer jou te plagen. Je kan gaan klagen bij de juffrouw. Je kan gaan klagen bij een psycholoog. Of je kan zelf wat aan doen. Nou, hoe kan je dat doen? Bijvoorbeeld, je kan naar theaterschool gaan. Je kan gaan dansen. Je kan vechtsport doen. Is een vechtsport de perfecte oplossing? Nee. Er zijn heel veel goede zaken in een gevechtsport. Je leert discipline. Je leert jezelf beter kennen. Maar een vechtsport is gericht op het moment van vechten. Of het is taekwondo, of karate, of kickboksen. Het zijn allemaal fantastische sporten. Maar dan ben je gericht op dit. En als ik sta voor jou op die manier, wat denk je? Ben ik hier om rustig met jou te praten of gaan we vechten? Waarschijnlijk vechten. Met zelfverdedigingslessen en zelfverdedigingscursussen. Je leert om vooral ook te vermijden een gevecht, te voorkomen een gevecht. Zelfverdediging kan betekenen uiteindelijk ook, hoe kan ik meer zelfvertrouwen uitstralen? Hoe kan ik zeker van mijn zaken overkomen bij anderen? Misschien van binnen ben je heel zeker van jezelf, maar als je zo staat, hallo, goedenavond, ik ben niet zeker. En nu sta ik van binnen ook te trillen. Het is heel spannend om voor jullie hele groep te staan. Maar als je staat op een brede positie en meer zeker van je zaak, dan straal je iets heel anders. Door zelfverdediging en vechtsport kan je jezelf verbeteren, kan je jezelf versterken. En wat ik probeer mij aan te geven, en dat gaan we dadelijk met die workshops ook doen, is ga doen met wat je wil graag doen in je leven. En ga dat doen met meer zekerheid. Met meer vertrouwen. En durf ook ja te zeggen of durf ook nee te zeggen. Maar ja of nee zeggen doe je niet alleen met woorden. Heb je ooit gehoord van comfortzone? Comfortzone is de afstand van een andere. En dan gaan we dadelijk ook oefenen erop. Een afstand van een andere dat je comfortabel vindt of niet. Het is ongeveer de afstand van je handen. Dus je geliefde, je papa, mama, die ga je omhelzen, die ga je knuffelen. Maar een vreemde, die moet je op afstand houden. Laat je die andere te dichterbij bij jou komen. Dan krijg je benauwd. Je adem gaat stokken. Je gaat kleuren wisselen. Hyperventileren misschien. En de andere keer gaat voor elkaar. Door te leren ja zeggen. Of nee, hey, ik vind het niet fijn, blijf van me af.
betekent niet dat je moet gaan vechten. Maar je moet leren, en vooral dames en heren, 15 jaar, het leeftijd dat je gaat groeien en plaats jezelf in de maatschappij, leer aangeven wat je fijn vindt en wat je niet fijn vindt. Non-verbaal communicatie. En dat kan je niet appen. Achteraf kan je heel veel erover appen. Achteraf kan je heel veel erover praten. Maar op het moment dat iets gebeurt, op het moment dat iemand op je afkomt, leer om aan te geven, hé, dat vind ik niet fijn. Dat betekent niet dat je gaat vechten. Ik ga niet voor een ander op die manier staan. Die afstand. Geef mij de ruimte. Ik heb recht op deze ruimte. En van hieruit kan je meer communiceren. Sta met twee benen op de grond. Ga aarden. Dat geeft je meer zelfvertrouwen. Neem de tijd om je verhaal te maken. En neem de tijd om je ideeën te delen. Neem je plaats op de ruimte. En dat kan je alleen door oefenen met elkaar. En dat kan je niet door je computer doen. En dat kan je niet door gamen doen. Dat kan je door met mensen gaan communiceren. Non-verbaal. Geef mensen een hand. We hebben net een fantastisch kerel die gaat van Afghanistan. Hun manier van handgeven is heel anders. Handgeven, hand op je hart. De ander geeft een hand en knuffel je. De ander komt er dichterbij en dan vind je niet fijn. Aangeven. Non-verbale communicatie. Zelfvertrouwen, beter zelfbeeld. Net zo belangrijk als jouw wiskunde en rekenen en dat soort zaken. Goed communiceren met de anderen en dat is vrij universele talen. Maar net zo belangrijk. Bedankt. Tot straks.